is het al 6:45? Wat? Nee, die klok die er hangt is gek. Zeg, over gekke klokken gesproken. Ik stond laatst voor een klokkenwinkel, voor een rare klokkenwinkel. Alle klokken die er hingen stonden daar ineens te swingen. Na een poosje in zijn doosje, ook het kleinste polshorloge. Zelfs de koekoeksklokken gingen samen met de wekkers swingen. Zelden zag ik zo'n ravage in een klokkenetalage. Hun verkoper sprong nu ook rond en geen klok die daarbij stil stond. Wanneer 's nachts de mensen sliepen en gewone klokken liepen, waren deze aan het swingen. Ze begonnen zelfs te zingen en de wekker zong het hardste. Alle winkelruiten barsten en wat hoorden alle buren in de nachtelijke uren. Elke dag zag ik ze swingen en van mij mochten ze zingen. Het leek of ze me horen konden, 's nachts zongen ze opgewonden. Alle buren zich en daagden de verkoper voor de rechter. En de eis kon echt niet slechter, want zijn klokken moesten stilstaan. Ook zijn wekker mocht niet afgaan, vreugde tranen die hij snikte toen zijn klokken dat verdikte. Soms denk ik nog aan die winkel, aan die rare klokkenwinkel, waar die malle klokken hingen, maar de klokken niet meer zingen.